Eén, ik zou niet weten hoe ik het moet doen. Ik heb nu een werkweek van meer dan 60, 70 uur in de week. Ik doe die job met hart en ziel, met heel veel liefde voor de stad. Maar daar nog iets bij pakken, dat gaat gewoon niet. Dus mocht mijn partij al dat toelaten, maar dat is gelukkig niet het geval. Mijn partij heeft daar een zeer consequent standpunt. Het kan gewoon niet. En het argument waarom, want het is daar al vaak ook in het parlement over gegaan, het argument dat andere partijen dan inroepen is van ja, maar ja, de lokale belangen worden dan op die manier verdedigd door die lokale mandatarissen die ook in het parlement zitten. Vorig jaar, dit panel, Luc Martens, die zei dat dat ongelooflijke onzin was. Die zei dat hij al die jaren in het parlement met de debatten vanuit VVSG niet één keer gezien heeft dat men werkelijk woog en op een goede manier de stem van de lokale besturen daar in het Vlaams parlement vertegenwoordigd heeft. Integendeel, en ik zie dat ook op dal van debatten als het gaat over mobiliteit, sociale huisvesting, onderwijs, vermaatschappelijking van de zorg. We worden als steden en gemeenten aan ons lot overgelaten. Onze stem wordt daar niet vertegenwoordigd. Okay. Laat staan dat het een argument is om te gaan cumuleren. Ik denk dat we meer moeten investeren in krachtige lokale besturen, want het is hier dat het gebeurt, het is hier dat de visie is en het is hier dat de dingen echt vooruit gaan. Oké, voor alle duidelijkheid.